De toilettengroep van de ziekenboeg van Huize Asiana is vanmorgen officieel overgedragen aan de leiding. De renovatie is gefinancierd door de Republic Bank. Huize Asiana is in aanmerking gekomen voor de fondsen nadat zij heeft meegedaan aan het jaarlijkse initiatief van de bank The Power to Make a Difference. Volgens Sean Hussein, directeur van de Republic Bank, bestaat Huize Asiana al jaren. Het tehuis ontbreekt echter de nodige middelen voor het verzorgen van de seniorenburgers. This gives even more significance to your worthwhile work that you persist in providing excellent care to our nation builders of yesteryear. When we first heard of the challenges you were facing, we knew we had to get involved. The bank was therefore happy to assist in this worthwhile cause. We understand the tremendous debt that we owe to our senior citizens, the very people who have contributed to our nation's growth during their younger days. Volgens de scheidende directeur van Huize Asiana, Osei Yabini, was de toilettengroep echt toe aan een dringende renovatie. Het tehuis heeft daarom besloten een aanvraag in te dienen bij de bank. Lionel Thompson, voorzitter van de bewonersraad van Huize Asiana, zegt dat sommige uitspraken van grote betekenis kunnen zijn voor de bevolking. Management, we have done a good job for the benefit of our senior citizens. This will increase the quality of service. Please continue the good work. We hope to continue this good collaboration during 2019. Ik wil het personeel vragen en ook de bewoners om zorgvuldig om te gaan met de donatie die we hebben gehad. Omdat als iemand je iets heeft gegeven, je heel goed en heel zorgvuldig ermee moet omgaan. Zodat je een andere keer weer een gift kan krijgen. En het eist niet de power van zware dingen op tillen en vechten, maar psychische power, concentratie, wilskracht en samenwerking, respect wederzijds. En vier woorden: change. Yes, we can. En dat geeft ons heel wat motivatie en stimulatie om door te gaan op de toekomst. En van hieruit gaan we dus veel moeten verwachten van alle andere donateurs. Lionel Thompson, voorzitter van de bewonersraad, en daarvoor Osei Yabini, de scheidende directeur van Huize Asiana. Zij spraken vanmorgen bij de officiële oplevering van de gerenoveerde toilettengroep van de ziekenboeg van Huize Asiana. De renovatie is gefinancierd door de Republic Bank.